Ik ga toch wel iets proberen. Ik ben heel lang op zitten te oefenen. Ricky! Wil je die kaartjes trek oppakken? En misschien een kaarten met die gesoos die er nooit nog van mijn vingers stond te draaien. Gedoog is om een onlooske reis als te blijven. Vlucht, joh. Niks nog aan mag aan. Belachelijk. Lieve college. Bij wie beginnen we? Omdat ze hij is. Bij Brigitte. Foei. Dat je kies van een aanrekenen met veel geld, voorop door te krievelen, dat kan je inkomen. Maar zo'n lelijke mens! En dan nog een Engelse chanteur. De Daddy Wally van Engeland. Ja, maar Brigitte komt dat podium voor een bonnok op. Humperdings te kijken naar ogen en prijzen. Begosten Spanish. Eyes te zingen. Donald raadt hem die siegel en doen. Vies op de bieden en oor. What shall I sing for you? Zit zij als kan de wilde boerendochter. Maar dat kan hem niet. En als ze nooit schepen, het tommeke. Dat is het klevendigste bewijs. Dat je wil, alhoewel je een diploma niet moet hebben van ergens te komen, hè. Een goeie pa is genoeg. Koen Boer heeft soms ook een dikke pa. Lubbel zal ook wel tegen de 100 kilo zijn. En Koen haar pak meer stemmen bij de kiezing. Maar Koen haar een goeie diploma, en dat is alhoewel een oordeel. Dommetje erf de grensland houden. Niet gemakkelijk, zie ik. Je jongens erin gevlogen, alle tasten leeggemaakt, maar zelfs geen lijken nooit gekomen. Man, mis! Vanmorgen is het een record van een miljoen euro gemaakt. Ik zeg, kom ik wil even dat koord doen, joh. Zet hem. Oh, we maken van ondergrondse parking veel als de verste, zei Kim. Nou, een zeentje leg ik oppassen bij die gasten, zeg. Nog de Instagram bezig of je ging even al vertellen dat we van de grensland hadden het Las Vegas aan de Diemer hier maken. We geurden we beter. Ik dacht, je zeker moest van Trema geheerd. Je zou beter eens bij de weer op kon klappen. Want als ze bezoek met alle tijd de CVP-lijst betrekken in 2012 of 2018, dan kreeg er ook klop voor de eerste beste goede cafébaas. Van Mazen, ik hoef er niks te mee zeggen. Schepen de naaf, dan maken we toch niet meegaan. Ten andere, de mensen weten toch niet wat AGB wil zeggen. Zal ik genoeg zeggen? Alles behalve goed betaald. Het is ook doorveel dat er een contract gemaakt hebt namens het avocado brouw, hè. Dan moet hem niet zelf gewoon een paar eerstjes per week. Dan kan hem ook een koep stagiair te schikken. En Robke, onze gezette man, showbiz Rob. Elke week de gezet. En elke week als je de tegel boven het stek liest, dan weet je al dat er nooit niks van de OSG komen. Allee, pak hem. Paar weken trek. Rob Beendes koopt bouwgrond om biemkes op te planten. Bouwgrond voor biemkes op te planten, vindt. En nog zo een. Voor automaten op Blauwe Boulevard voor opblaas inhield. Dan zou je denken, dat lijstartikel heb ik toch eens iets tonen in de weekrand. Ja, dat is juist, want dat staat van volgende week. En een teken voor de lijst de week van mee heb ik er ook al. André Moutier, Leonard, zegt het homohuwelijk in Hasselt. Huwelijksfeest in het vrijzinnig centrum. Caroline Camon, de laars, onze schepende van cultuur. Tony heeft die betaald, joh. Is je ook op rekening gekiek? Ja, dat is binnen. Dan zal ik dat volgend tekstje van de wc's op het cultureel centrum even slopen.
Maar wat ik nog wil zeggen, ik doe het altijd zo mijn best reclame te maken voor die van het Schepencollege. En elk jaar op een na de feestelling komen de mensen naar. Die Rob, die Caroline, dat Tommeke, die Valerie, die ken ik niet. De Hessen hier kennen het Schepencollege ding. Het is als jammer dat de lieve Paulette niet in het Schepencollege ziet. En Herman en Carlo vervangen ze de twee jong poepen. Dat is meer hoeft dat van de smaak, maar de hoeft dat van de elegance. Ah ja, een Schepencollege bij meer dan half vrolijk. Gemiddelde leeftijd, Hildeke en Brigitte hebben meegerekend, 16 jaar. Ik bel op de stad. Ik zeg, schiet me nou eens een fotoken op van het nou Schepencollege. Dan kunnen we de Hessel hier wat kennis maken met zoveel illegaals, hè.